En als het goed is, hebben jullie dan allemaal een speed potion. Klopt dat? Ja, hebben jullie dat klopt. Ja, oké, okay, dan. Ja. Ik heb hem. Ik snap het, niet. Wil je nog een keer uitleggen? Nee, noem, alsjeblieft. De tijd is om. Het is het eind van de les, jongens. Oh nee, dan heb ik het niet. Oké, gaan we naar huis. Maar, jongens, voordat jullie gaan, voordat jullie gaan. Ja, wat is er? Huiswerk toch niet weer? Nee, geen huiswerk. Ik heb 3 mensen nodig voor een experiment. Ik doe mee. Ik neem aan Diamonds, toch? Ja, Mikriel, Noob, Pro, wie wil van jullie? Nee, ik wil nog even wat testjes doen met wat nieuwe potions. Maar dat doe ik wel mee. Wacht, ik doe niet mee, zolang er maar... Ja, tenzij er diamonds zijn. Dan tuurlijk. Nog beter. Bro, geen diamonds voor jou. Ik heb er al genoeg. Ik wil liever even focussen op deze. Je wist niet dat er diamonds waren. Dat maakt wel niks uit. Ik heb er toch 100 keer meer dan jullie. Oké, jongens. Nou, loop maar even met mij mee. Pro, sluit jij dadelijk het klaslokaal goed af? Ja, het komt goed. Ik maak deze poses af en dan zal ik de lichten uitzoeken. Oké, toppie. Nou, kom maar mee, allemaal. Ja, ik loop mee. Waar gaan we heen? Waar speelt het experiment zich af? Deze kant op. Nou, jongens, en hier is het dan. Kom maar mee. Oké. Ja. Ga er maar doorheen. Ga er maar doorheen. Wow! Ik viel bijna naar beneden. Kijk eens aan, jongens. Wat is dit voor plek? Dan hak ik dit eventjes weg. Hopsakee. Wat is dit nou weer? Oké. Professor, wat doe je? Professor, ben je allemaal mee bezig? Geen stress, jongens. Geen stress. Wow! Wat is dit? Oh nee! Hey, professor! Professor, wat doe je nou? Waar zijn we? Wat is dit? Oké, jongens, één moment. Ik kom eraan. Dat lijkt me wel zo handig. Ja, we weten helemaal niet wat we moeten doen. Geen stress, jongens. Hij was gewoon opgesloten! Ik kom eraan. Ja, echt. Hallo, kijk, hier ben ik. Daar is hij, hoor. Hallo, professor. Kijk, jongens, ik heb jullie op een chunk gezet. Chunk. En zie het als een... het is een experiment, maar zie het ook als een beetje als een challenge. Challenge. Hé, hier hebben we gewoon dicht. Wie het langst op de chunk blijft, die wint 10 diamonds. En je mag elkaar er niet afslaan, voordat iemand begint. Dat wou ik bijna doen. Nee, is helemaal duidelijk. Mag ik wel de dicht hebben hier? Noob, doe dat nou niet. Noob, laat het nou gewoon staan, want anders dan... Ik heb het dan teruggezet door de deur. Oké, goed zo. Hoe sneller jullie het weghakken, hoe sneller jullie af zijn. Oh ja, we mogen dicht hebben. Pas goed op. Wat doe je nou? Stop nou. Jongen, nee. Ik wil het dicht hebben. Jullie mogen de rest hebben, hoor. Nou, jongens, maar luister eens even. Als eerste challenge, terwijl jullie op die chunk staan, ga ik jullie lekker alleen laten. Zoek het maar uit. Er zitten allemaal dingen in de kist. Kijk uit, is lava, lava. Kijk uit. Vanaf nu mag jij niks meer aanraken, Ik sta in de brand, nee. Ik moet in het water. Noob, kom hier met de spullen. Kom hier. Is het toch alleen maar goed als die afgaat, Giel? Want dan is hij bij... Wacht, dan had ik even niet bij stilgestaan. Maar dat is inderdaad heel erg slim wat je zegt. Jullie moeten mij beschermen. Pak de lava maar. Nee, ik ga mij beschermen met deugd. Een cobblestone generator zouden kunnen maken, maar we hebben geen pickaxe. Dat is niet anders. Giel, ik heb gewoon een pickaxe mee, stop. Nee, je mag niet slaan! Slaan! Dat maakt me niet uit, de professor heeft het niet gezien. Stop met ook, oké? Ik heb een pickaxe. Heb je die bij? Goed zo. Tuurlijk. Noob. Noob, vanaf ik ga dichthuis maken! Luister, Noob, anders dan zet ik daar per ongeluk lava op je, Nu moet je even niks plaatsen. Doei, Noob. En dan... Kijk uit. Ik denk dat die op een gegeven moment naar beneden valt. Ik ben veilig! Ja, blijf jij maar daar, Noobie. Blijf daar maar lekker zitten. Horen jullie mij nog? Oké, Giel, zullen we een cobblestone generator gaan maken? Ja, we gaan een cobblestone generator maken. Even kijken, dan moet deze ook weg. Laten we aan deze kant lava Jij blijft daar! Hoe doen we dat ook alweer? Waar moet de lava... We moeten wel 4 blokjes hebben, hè? Noob! Kom gewoon eruit en gewoon een beetje hier zo staan. En laat ons maar even, ja? We zeggen wel wanneer we je nodig hebben. Ga even hier aan de zijkant staan of zo. Kom op, even niks doen. Ik doe niks. Ja, Mick, hoe werkt het ook alweer? We moeten dit niet verpesten. Ik denk het wel. Heb je die pickaxe? Wat komt er nou nieuwe? Mick, het is gelukt! Kijk eens, het is gelukt! Woe! Yeah! Waarom hebben we dit nodig? Laten we een huisje maken. Maar we mogen denk ik niet buiten de chunk bouwen. Want dat is een beetje zo'n strikvraag, weet je wel. Op het moment als we dat doen, denk ik dat we er buiten zijn. Dus we kunnen eigenlijk niet echt een huisje maken. Maar laten we gewoon een soort van 1x1 huisje maken. Gewoon heel klein. Noob, jij mag inderdaad een farm maken. Helemaal prima. Ik heb een farm! Maar niet aan deze kant. Hier gaan we het huis maken, denk ik. Hebben we een huis? Is het al een beetje, Mick? Ja, ik heb al 8 steen. Hier.
Woe! Oh, oh, mag ik misschien de steentjes hebben voor jou? Jij mag dit oh. hebben. Ik heb het allemaal in de kist gedaan, nou. Nice, dankjewel. Oké, dan ga ik. Hallo jongens, daar ben ik weer. Hallo professor. Hoe zit het, met jullie honger? Ik heb al honger. Niet heel erg goed. Ik heb al wel honger. Ik lust wel iets. Dus niet heel erg goed, ik zou ook wel iets lusten. Ik heb wel zin in McDonald's. Nou jongens, ik heb een kleine beloning voor jullie, omdat jullie al eventjes bezig zijn. Hier heb je wat kippen! Dat is... Er zit een zombie bij. Nee! Waarom een zombie? Wat is dit? Hier! Kijk uit voor elkaar, die niet elkaar eraf slaan. En nog een kip. Oh, ja, dat is wel fijn. Maar, dan krijg je ook weer een zombie. Nee, toch een kip. Een kip. Dit is een beetje random, jongens. Hier, komt er nog één. Oké. Dat is wel een zombie. Wat heeft hij nou, horens? Wat is dit nou weer? Wat heb je allemaal gecreëerd? Krijgen jullie een kip of een zombie? Een zombie. Een baby zombie. Nee, kijk uit. Het is eigenlijk wel handig dat ze in het water vallen. Ja. Ja, dat is echt super handig. Dat hebben we echt heel erg goed gemaakt. Krijgen we een combi van een kip en een zombie? Ja, dat zou ook kunnen. Als het goed is, zit er nog één kip in. Mix. Dus laten we doorgaan. Dat is de laatste kip, alsjeblieft. Bedankt, professor, voor kip dit lekkere eten. Nou, dan ga ik er weer van tussen. Succes, jongens. Jullie zijn nog goed bezig. We hebben niks om het warm te maken. Maar echt wel? Kijk, we kunnen gewoon de kip kunnen we zo in de lava doen. Ik ben ziek. Nee, jullie zoeken het maar uit, jongens. Nou, ik eet ook maar rauwe kip dan. Dankjewel. Lekker. Ja, ik eet ook rauwe kip. Ik ben dus ziek geworden. Ik ook. Dit is niet handig. Ik heb ook nog een appeltje. Kijk eens aan. Hoe kom je aan een appel? Jongens, ik ga hier eventjes een kleine huisje maken zo. Kijk, dan hoeven we die rotprofessor ook niet meer te zien. Kunnen we ook niet eraf vallen straks. Oh ja, dat is wel goed inderdaad. Laten we hier inderdaad een hele muur bouwen zo. Hoppakee, kijk. Maar ik kan ons niet meer zien. Laten we nog wel dit een beetje openhouden. Nee, ik dacht, maak hier een raampie. Oh ja, helemaal goed. Kijk, dit is goed. Dit is slim bedacht, Mick. Dit is slim bedacht. Wat heb je gedaan nu? Hoe gaat het met het farm? Ja, die gaat niet goed. Ik ben erop gestaan. Moet niet opstaan. Maar ik heb wel één. Hoi. Ja, maar we hebben er helemaal niks aan, want we hebben geen crafting table. Dat is ook weer zo. We hebben helemaal geen hout, joh. Sorry. Hoe komen we nou aan hout? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, in ieder geval, we kunnen nou niet eraf vallen meer. Ik heb een zeppelin gevonden. Nee, dat is fijn. Ja, alleen hier in principe. Maar ja. Ik was bijna afgevallen, jongens. Ja, doe maar. Val maar nee, af. Want dan gaan jullie binnen. Nee. Ja, dat is de bedoeling. Ik ga maar meer cobblestone fixen. Ik weet ook niet wat heb je anders te doen, hè? Ik vind het maar een beetje saai, hoor. Ik weet niet wat de professor hiermee wil bereiken. Ik heb ook geen idee. Kom op, Mick. Lekker blijven hakken. En je kan ook gewoon terughakken hier. Verrassing zombie aanval. Oh jeetje! Volgens mij is ze nog eraf gevallen. Ja, het is zeker afgevallen. Maar ik heb een idee, Giel. Dat is een hele goeie. Ja, wat heb je daarop te zeggen, professor? Niks. Nu werkt hij niet meer, hè? De noep is eraf, dus... Ja, dat is wel waar. Maar probeer nog maar zo'n zombie te plaatsen. Gaat je niet lukken? Ja, maar ik weet niet of jullie dat wel willen doen. Want er komen dadelijk ook positieve dingen uit. Dus... Oké. Kiezen jullie maar. Misschien toch wel een goeie om het gewoon weg te halen. Ja. Zo, weet je, en dat maakt het ook een beetje spannend, weet je. Dan kan er ook een van ons afgaan en dan... dat is ook niet erg. Dat is zeker waar. Ik ben wel echt blij dat we gewoon onze spullen hebben mogen meenemen. Ik heb gewoon een zwaard. Ik heb armor. Dat doe ik ook gewoon aan. Weet je? Ik heb ook armor. Heb je ook armor, ook iron, of niet? Ja, maar geen broek. Weet je wat ik zelfs mee heb? Dit. Weet je, dan doe ik ook geen broek aan. Schilderij van de professor heb ik mee. Nou kijk, als we hier geen eten voor krijgen dadelijk of zo, dan weet ik het ook niet meer. Ik bedoel, dit vindt u vast helemaal geweldig. Nou, ik ga maar weer meer cobblestone fixen. Ik weet ook niet wat ik anders moet doen hier. Ja, en ik ga kijken hoe dat jij cobblestone aan het fixen bent. Vind ik ook gewoon een superleuke bezigheid. Ik vind het zo stom dat we niet eens een crafting table hebben. Oh, ja, dat is super irritant inderdaad. Ach ja. Oké, Mick, hakken. Ja, kom op. Giel, hier wil jij anders even. Ik kan het. Niet per se. Wat lief, dankjewel. Ja. Nou, ga ik even hier kijken. Hakken. Hé, professor staat er weer. Professor. Hallo jongens. Heb je onze schilderij al gezien? Oh, ziet er goed uit. Worden jullie al een beetje moe? Ja, goed hè. Niet echt. Heb je een bed voor ons? Op zich, dat zou fijn zijn. Dan gaat de tijd wat sneller. Wat zei je nou, Mick? Word jij wel een beetje moe? Ja, ik ben wel een beetje moe. Zal ik jullie even wakker maken? Alsjeblieft. Wat is dit? Alsjeblieft, word maar wakker. Waar slaat het op, wat professor? Doe je nou? Dit gaat helemaal... Waarom? Blijkbaar als je in het water springt, stopt het.
ik vond het wel grappig. Echt serieus? Heb je nou al je hartjes weer terug? Nee, dat niet, maar... Hoeveel zijn er af? Hoeveel heb je er nog? Ik heb nog 2,5. Oh, ik heb er nog maar een halve. Jongens, dat ben je toch niet? Wel intens. Okay, nou, succes jongens. Oké, dankjewel. Wat was dat nou weer? Nou, hij maakt het ons wel moeilijk, die professor. Ja, ik ben nog steeds moe. Hey, wow, wat? Kan je dat schilderij opdraaien? Ja, wee! Wat? Wee! Zo, de professor wordt helemaal duizelig, denk ik. Maar ik dacht dat hij mij een bed ging geven of zo. Oh, wat is er nou gebeurd? Het schilderij zit half in het plafond. Oké, nou, maakt niet uit. We vervelen ons echt dood, heb ik. Even serieus. Ja. Wat kunnen we hier nou doen? We hebben niet eens een crafting table. We kunnen alleen maar een beetje rondspringen. Maar ja, ik denk dat dat precies is wat de professor wil. Die wil ons gewoon helemaal gek maken. Ja, ik maak maar een farm of zo, weet ik veel. Oh ja, dat is wel een goeie. We gaan dadelijk sowieso wel wat eten nodig hebben. Ik heb nog rotte flesh, weet je wat? Ja, maar het probleem, Giel, het probleem is dus dat we geen crafting table hebben. Dat is inderdaad een groot probleem. Maar ja, ik heb ook Mick, rotten flesh. Hij wil gewoon dat we ons hier dood vervelen. Dat is gewoon wat hij wil. Ja, snap je toch wel? Nou, dat doe ik nu al. Ik ook. Zo. Hey, nice. Woo. Ik ga gewoon net zo lang door, zodat hij weer in de muur schiet of wat er ook gebeurde net. Ja, precies. Dat is ons doel vandaag. Mick, hoe lang zijn we dit nou al aan het doen? Ik word gek. 30 minuten of zo. Hallo jongens, daar ben ik weer. Jee. Oké. Hallo professor. Wat leuk om je weer te zien. Ik denk dat het tijd is om hier een einde aan te maken, jongens. Ja, helemaal mee. Ja, inderdaad. Maar, nou, geef die diamonds maar. Nee, jullie moeten wel even luisteren naar wat ik zeg, want anders worden jullie gedisqualificeerd. Oké. Doe al jullie armor uit. Oké. Allemaal uit. En ik wil dat jullie je armen en je wapens in de kist doen. Armen en wapens in de kist. Is goed. Prima. Ja. Zit erin. Hebben jullie eten bij? Rotte flesh. Ja, ik heb wel eten. Hebben jullie iets van steak bij dat jullie nog bij hadden of zo? Nee, geen steak. Nee, niet echt. Nou, dat is dan dikke vette pech. Nou, jongens. Maar ik heb wel eten bij, maar geen steak. Ik drop een wapen voor jullie. Oké, hier, Mick. Oké, heb jij mijn wapen? In het water. Ja. Oké. Ja, en nu? Ik voel hem al aankomen. Ik had wel eten bij, maar geen steak. Dus, nou, dat is te laat nou. Vecht maar. Succes. Hij heeft een golden apple ingevat. Ja, dat mocht gewoon. Stop. Nee. Ik ben ook dood. Je speelt weer vals. Nee, wat? Ik ben afgegaan. Mick, ben jij ook afgegaan of zo? Wat doe je hier? Jij sloeg mij in de lava, Rio. Hallo, jongens. Serieus. Nou, geef die diamonds. Ja, we hebben allebei gewonnen. Ik neem aan dat jullie de diamonds kunnen claimen. Ja, zeker. Dat is dan dikke vette pech, jongens, want jullie zijn allebei afgegaan. Dus geen diamonds voor jullie. Wat is dit nou weer? Jongen. Hier, pak jou gewoon, professor. Ja, inderdaad. Doei. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een gloednieuwe video. Doei.